Hoe maak je een merk met een suf, oudbollig imago weer hip en sexy? Nou, bijvoorbeeld door Hollywoodster Sarah Jessica Parker in te schakelen. Dat is althans wat Blokker probeert. Hi Sarah. I am telling you, this store is a life changer. I discovered it while I was in Amsterdam. It's called Blokker. Blokker? Everything you need for the kitchen. They have amazing stuff. To get to my favorite Blokker, you walk down the Kinkerstraat until you get to the Bilderdijkstraat. Poppertjes? It's all on the wrist. Alles voor koken, tafelen en meer. Welkom bij de nieuwste Blokker en Blokker.nl. Amazing. Goed, hè? Wow. Amazing Walk down stuff. The Kinkerstraat. Walk down the Kinkerstraat, you walk to the Bilderdijkstraat. And there is the Blokker. Everything you need with in amazing the kitchen. Stuff. Ja. Waarom huurt Blokker een Hollywoodster? Want dit is gewoon Hollywoodster. Ja, ja, Blokker doet dit op zijn 120ste verjaardag. En Blokker is ook bezig met een restyling. Het was vorige week groot in het nieuws. En zoals het dan mooi staat in het persbericht van Blokker, deze commercial geeft op bijzondere wijze invulling aan het nieuwe eigentijdse gezicht van Blokker. Ja, ze zitten met een probleem daar. Er moet wat veranderen. Ja. Ze hebben wel een beetje afgekeken van andere merken die... Ja, het is niet nieuw, hè, om een Hollywoodster in te huren om een oer-Hollands merk eventjes te promoten. Dus we hebben vandaag eventjes gekeken naar wat reclames van de afgelopen jaren. Wat dacht je bijvoorbeeld van Remia met Sylvester Stallone? You want to act like a man? Eat like a man. Eat like a man. Bon appétit. Real American barbecue sauce by Remia. Nou, dat is toch hartstikke mooi. En dan wat langer geleden, het beeld is ook wat ouder, maar wat mij betreft niet minder grappig. John Cleese en Giro Blauw. Excuse me, do you use Giro Blauw? I don't, but my wife does. She does? Yes. Oh. And do you like it? Giro Blauw? Mm-hmm. I don't know, I don't use it. But he just said that you did. No, he didn't. Well, I heard him. I said my wife using it. This is my sister. Blijft ook goed, hè? Ja. En dan is er nog Bavaria, doet regelmatig. Die heeft er meer gehad, toch? Ja, bijvoorbeeld met Charlie Sheen. Kunnen we ook even naar kijken. We don't want to see you back here again, Charlie. Don't worry. Let's not have a drink sometime. Ja, dat moet even wennen geweest zijn voor Charlie Sheen om een alcoholvrij biertje te drinken. Ja, ik geloof niet dat hij daarna heel lang een alcoholvrij is gebleven ook, toch? Nee, misschien is het toch niet zo goed bevallen. We hebben even gebeld vandaag met Bavaria, juist omdat zij het vaker doen. En zij zeggen dat ze heel erg kijken naar die relatie tussen de ster en het product. Dus in het geval van Charlie Sheen, ja, zit er natuurlijk wel humor in om juist iemand die net in de verslavingskliniek heeft gezeten, om die aan het alcoholvrije bier te laten. Ja, maar humor is één ding. Reclames zijn bedoeld om meer spullen te verkopen. Ja. Lukt dat? Nou ja, het is nou niet zo dat als je zo'n Hollywoodster inschakelt, dat dan automatisch de spullen de winkel uitvliegen. Maar ja, het zorgt natuurlijk wel voor een bepaalde naamsbekendheid. Het trekt natuurlijk wel de aandacht. Wij praten erover. Dat we ook natuurlijk heel wat zeggen. Het gaat nu al 4 minuten over Blokker. Ja. Bijvoorbeeld. Dus we hebben het even gevraagd aan reclamestratege Mark Oosterhout. Ja, in hoeverre zo'n superster je product nou helpt? Het gaat werken omdat ik denk dat Blokker echt aan vernieuwing toe is. Er moet een schokeffect plaatsvinden. Het gaat niet goed met Blokker. Anders gaan ze denk de V&D achterna. En ik denk dat dit wel nodig is om echt even het verschil te maken. En ik denk dat mensen het grappig vinden dat Blokker het lef heeft om zo'n ster naar binnen te halen. Ja, en dan de vraag die onder in beeld staat. Wat schuift het nou? Wat krijgt zo'n Sarah Jessica Parker daarvoor? Ja, we hebben het gevraagd aan Blokker. Miljoenen of? Geen commentaar. We hebben het gevraagd aan Bavaria. Geen commentaar. Tenminste, Bavaria zegt nog wel, ja, wij zijn geen Heineken. We zijn een relatief klein merk. Dus we werken ook echt niet met megabudgetten. Dus die proberen wel aan te geven, ja, dat ze inderdaad geen miljoenen betalen. Ja, wat dan wel? In de tonnen, denk ik dan. Maar ik vind het moeilijk in te schatten. En waarom doet Sarah Jessica Parker dit? Ja, voor de poen natuurlijk. Nou ja, ze zal dus toch best wel een leuk bedragje ervoor krijgen. Ja, en er is natuurlijk geen afbreukrisico voor haar. Hè. Het is natuurlijk, ja, wij zien dit. Maar de rest van de wereld heeft geen idee dat ze de reclame voor huisuitwinkel Blokker speelt. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft haar gewoon een leuk extraatje is. Zonder dat het haar carrière in Amerika kan schaden.